een jaaroverzicht gepresenteerd door artiest Pjotr. In het jaar van de QR-code, met een coronapas kan ik je verwelkomen. En anders moet je zoeken naar een functie elders. De kust is nog niet veilig en de lucht niet helder. Want Hugo gaf ons wederom een lange neus. Spreekt zichzelf tegen, want je had toch een keus. Ik heb een turbo en een booster nog een prik gepakt. Omdat ik geen actieve herinnering meer aan de eerste had. Delta, Omicron, het wemelt van de varianten. Voor Stewart wel weer leuk, misschien verpatst die al zijn kappen. Weer een lockdown, rellen, hoe dan samen stoppen? Vraag aan Ali, want ze stelen in de avondklokken. Het is oorlog van hier tot aan Afghanistan, Israël, Palestina. En het maakt me bang, zelfs Peter R. de Vries, zo ik word niet goed. Ze zijn zoveel kogels gaan verspillen, zelfs in Hollywood. Heel Limburg aan het zwemmen, geen Bacardi Lemon. De klimaattop mislukt, we kunnen vast gaan wennen. Aan Nederland, onder water, dus we overdrijven, daar word je niet blij van. Net als Mona Keizer, gewoon een vraag stellen, wat is daar mis mee? Als je beweegt, dan ben je af, het lijkt wel Squid Game. Maar als ik dit alles benoem, dan ga ik zeker te ver. Maar een artiest zonder shows, ik voel me demissionair. Ik ging van 4G naar 5G, nu 3G of 2. Er zijn zoveel dingen die je niet ziet op tv. Roddelbladen, wat is waar en wat is gelogen? Lil Kleine heeft die Jamie Vaas gebroken. Bilal Wahib, die gaf ons live een lesje biologie. En was toen zelf de lul, tja, maar dat zie je dan dus niet. Marco Borsato, die had last van losse handen. Proost op het nieuws en proost op de kranten. Unmute, ik ga leven, dit is Nederland. Alles kan en iedereen verdient een tweede kans. Voor de Spelen of EK voor de tv geplakt. Maar wat is voetbal als Max ineens de beker pakt? Voor alle wappies en de faxers een gelukkig nieuwjaar. Gaan we dansen met Jansen, komen we terug bij elkaar. Geen prik spijt met fam, ben ik nooit alleen. Ik prik een datum en daarna prik ik een vorkje mee. Ja. Yeah. Pjotr, mag ik jou één vraag stellen? Zeker weten. Jij zegt, ik ben demissionair. Ik voel me demissionair als, als artiest. Klopt wel. Hoe is het geweest als jonge artiest in 2021? Ja, het is gewoon echt heel erg balen dat je dat live ding mist. Je maakt muziek en je wilt dat overbrengen aan mensen. Je wilt dat voelen en je wilt dat mensen dat ook voelen. Ja. Dat is gewoon echt balen. Dat heb je live gigs gehad afgelopen jaar? Ja, het was echt op één hand te tellen. Oké. We gaan het zo hier ook over hebben. Dankjewel, man. Goed, dankjewel. Thanks.